Dit is het verhaal van Demeter en Persephone. Demeter is de godin van de vruchtbaarheid en de goede oogst. Samen met de oppergod Zeus had ze een dochter, Persephone. Demeter zorgde ervoor dat de planten goed groeiden en dat er elk jaar veel dieren werden geboren. Dankzij Demeter was er nooit een tekort aan voedsel. Persephone groeide op tot een mooie jonge vrouw. Bijna alle goden waren een beetje verliefd op haar. Persephone was heel graag buiten, gewoon in de natuur. Ze dwaalde door velden en bossen. Haar moeder Demeter hield haar echter goed in de gaten. Ze wilde niet dat al die opdringerige goden haar dochter zouden lastigvallen. Zelfs de vrijgezelle Apollo kwam haar bezoeken. Maar ook hij werd door Demeter direct weggestuurd. En ook de god Hermes maakte geen enkele kans. Moeder Demeter beschermde haar dochter als een echte leeuwin. Er was echter één machtige god die zich niets aantrok van Demeter. Ook hij was verliefd op Persephone. Het was Hades, de god van de onderwereld. Op een zonnige middag liep Persephone door het veld. Ze achtervolgde allerlei vlinders. De vlinders gingen van bloem naar bloem. En Persephone ging er achteraan, steeds verder en steeds verder. Daar was weer een andere mooie vlinder. Oh, dat is een mooie vlinder. En Persephone holde achter de vlinder aan. Toen klonk er plotseling een donderend geraas. De grond schudde en de aarde spleet open. En uit de diepte kwam een machtige strijdwagen. Voordat Persephone kon vluchten, werd ze opgetild. En stond ze in de wagen naast de wagenmenner. De strijdwagen keerde razendsnel en dook weer in de opening in de grond. De grond sloot zich. En er was in het landschap niets meer te zien. Onder de grond raasde de kar verder, tot ze in een grote ondergrondse zaal kwamen. De verdwijning van Persephone was heel plotseling gebeurd. Zo was ze in het bos en zo was ze weg. Demeter was wanhopig. De pijn van het verlies van haar dochter was enorm. Niemand kon haar helpen, zelfs oppergod Zeus niet. Ze vroeg haar vriendin Hecate om haar te helpen. Hecate was de godin van de toverdranken en hekserij. Misschien kon zij Persephone vinden. Hecate zocht overal, in grotten, in duistere bossen. De hele aardbol werd afgespeurd, maar alles tevergeefs. Maanden verstreken. Demeter werd steeds wanhopiger. Demeter zwoer dat ze haar dochter terug zou vinden, al zal het haar hele onsterfelijke leven lang duren. Ook Zeus maakte zich grote zorgen. Niets wilde meer groeien. Er kwam geen sprietje meer omhoog. Dieren en mensen kregen honger. Overal om hem heen werd geklaagd. En de aarde veranderde langzaam maar zeker in een woestijn. Zeus riep de goden bij elkaar. Ze verzamelden zich op de berg Olympus. Daar bespraken ze de verdwijning van Persephone. Plotseling nam Helios, de zonnegod, het woord. Persephone, ik weet waar ze is. Ik heb het zien gebeuren. Ik zie alles. En dat zeg je nu pas? Ja, niemand vraagt mij wat. Nou, kom op, wat is er dan gebeurd? Nou, de aarde opende zich. En wie verscheen daar in zijn wagen en nam haar mee? Hades! 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 Onmiddellijk ging Zeus naar de onderwereld. Maar de vorst van de onderwereld was niet van plan zich door de vorst van de bovenwereld de wet te laten voorschrijven. Ze blijft mijn vrouw. Stuur haar terug naar Demeter. Woedend stonden de twee goddelijke broers tegenover elkaar. De hele wereld verpietert. Er komt geen ziel meer naar de onderwereld. Je gaat heersen over een leeg rijk. Hades begreep dat hij nu moest toegeven.
Geef me nog één dag en morgen mag je Hermes sturen om haar op te halen. Hades vertelde Persephone dat ze morgen weer terug naar het licht mocht. Zullen we als afscheid nog samen een paar granaatappelpitjes eten? Persephone had niet echt trek, maar vooruit, 6 pitjes zouden wel kunnen. Toen Hermes haar kwam halen, merkte hij dat hij en Zeus waren beetgenomen door Hades. Er staat geschreven dat wie de vruchten van de onderwereld heeft geproefd, gedoemd is er naar terug te keren. Ze heeft 6 granaatappelpitten gegeten, dus moet ze ieder jaar 6 maanden bij mij zijn. Hermes wist dat Hades gelijk had. Hij leidde haar omhoog de onderwereld uit. En Demeter was heel blij met de terugkeer van haar dochter. Op slag begon alles gelijk te bloeien. Overal groeiden bloemen. De bomen bloeiden uitbundiger dan ooit tevoren. En korte tijd later hing er zelfs heel veel fruit aan de bomen. De oogsten waren overvloedig. Zoveel zelfs dat er naar een ver barbarenland geëxporteerd kon worden. Pas honderden jaren later zouden ze daar zelf ook gaan verbouwen. 6 maanden kon Persephone bij haar moeder blijven. En overal bloeiden de planten. En na die 6 maanden ging Persephone weer terug naar de onderwereld. Demeter was dan verdrietig en bomen en struiken verloren hun bladeren. En het werd koud op de wereld. En na 6 maanden begon het weer opnieuw. De vlinders dansten van bloem naar bloem. De bijen zoemden. En overal in het land werden jonge dieren geboren. En elk jaar herhaalde zich dat. Lente, zomer, herfst en winter. De seizoenen waren er. En Persephone? Ze vond het eigenlijk best leuk om een half jaar lang elk jaar weer opnieuw koningin van de onderwereld te zijn.